Hallo Ram, leuk dat je kijkt naar deze Astro-Tarot-voorspelling voor het jaar 2019. Mijn naam is Esther van Herenbeek en ik heb mijn praktijk Het 12e Huis in Liemden, Noord-Brabant. Ik ben onder andere de auteur van de Astrologische Almanak, waar je uitgebreid de voorspellingen voor jouw sterrenbeeld kunt lezen voor 2019. Maar in deze video wil ik daar ook nog een tarotkaart speciaal voor jou als Ram aan toevoegen, wat een beetje een tendens kan geven, maar ook een advies voor het jaar 2019. Nou, inmiddels heb ik de kaarten al geschud. En de kaart die voor jou van toepassing is in 2019 is de 2 van pentagrammen. Nou is het zo dat astrologisch gezien vanaf maart planeet Uranus uit jouw teken weggaat. En dat betekent dat jij veel meer rust in je leven gaat krijgen. Je hebt wat turbulente jaren gehad, veel veranderingen geweest, veel onrust geweest. Maar gelukkig gaat daar vanaf maart verandering in komen. En daar komt dan ook deze kaart bij kijken. Het wordt voor jou namelijk belangrijk om een nieuwe balans te gaan zoeken. Want je bent zo gewend om het druk te hebben, om met veel dingen bezig te zijn, dat je leven onrustig is, dat het eventjes kan wennen om een nieuwe balans te vinden. Dat zie je deze persoon op deze kaart ook doen. Weer proberen een nieuwe balans te vinden in 2019 en weer met een nieuwe flow mee te gaan. Een nieuwe flow waarin je je kan overgeven. Deze kaart geeft ook aan dat je verschillende mogelijkheden als Ram gaat krijgen in 2019 waar je mee zou kunnen spelen. Waarvan je zou kunnen denken, ja, ga ik dat doen? Ga ik dat niet doen? Past dat bij mijn nieuwe levensstijl of niet? Dus dat zijn allemaal dingen waar jij in 2019 mee te maken gaat krijgen. Dus een hele andere energie dus voor jou. Maar ik denk wel dat het welkom is na zoveel turbulentie en drukte. En ja, ik denk tegen het eind van 2019 dat je echt een hele nieuwe, prettige manier hebt gevonden om je balans en je leven opnieuw in te richten. Wil je meer lezen of weten voor de voorspellingen van 2019, dan raad ik je natuurlijk mijn boek, de Astrologische Almanak 2019, aan. Daar rest mij eigenlijk niks anders dan je een heel mooi en bijzonder 2019 te wensen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Tot ziens!